Maar het, weet je, iedereen staat op scherp. En mensen zijn meteen bang om beledigd te zijn. En ik vind het zo jammer. Weet je, dat, het is zo langzaam gegaan. Maar je hebt het dan op een gegeven moment niet meer in de gaten. En we worden er zo geconditioneerd van. En of het nou gaat om geloof of afkomst. Ik bedoel, mijn huis wordt nu verbouwd. En ik bel een maand geleden belde ik mijn timmerman op. Ik zeg, ik heb je dan en dan nodig. Oh, nou, paniek, want hij kon niet. Maar ik kan wel, ja, zeg maar, iemand van mijn bedrijf sturen. Zeg, maar moet je me op voorhand iets beloven? Ik zeg, hoezo? Zeg, je moet extra lief zijn voor hem. Dat vond ik zo'n rare zin. Extra lief zijn. Hoezo moet ik extra lief zijn voor hem? Hij is heel erg gelovig. Alsof het een soa is. Weet je, heel erg gelovig. Hij had net zo goed tegen me kunnen zeggen. Hij gelooft nog in Sinterklaas. Doe gewoon mee. Weet je? Nou, het zegt mij niks. Waarom moet ik op voorhand weten dat iemand heel erg gelovig is? Ik hou altijd rekening met mensen. Ik bedoel, als jij straks in de foyer tegen me zegt, ik ben hartstikke gelovig. Natuurlijk denk ik dan, wat een debiel. Maar ik zeg het niet. Dat scheelt al. En toen zei ik, ja, maar welk geloof is dat dan? En waar moet ik rekening mee houden? Nou, hij is dan heel erg gereformeerd. Dus als hij dan even wil pauzeren, dan gaat hij altijd even de Bijbel lezen. Ik zeg, beste man, dat interesseert me toch geen reet? Misschien staan er wel timmertips in van Jozef. Wat kan mij het schelen? Maar het is toch onzin? Hoe had ik dan 2 weken geleden de deur moeten open doen? Hoe moet je extra lief zijn tegen een ontzettend gereformeerde jongen? Had ik me... Hoi! Of is dat alleen maar Rooms-Katholieken? Ja, mijn keuken wordt nu verbouwd. Een van die monteurs is moslim. Die komt een paar dagen geleden naar me toe en zegt, meneer, mag ik bij u bidden? Meen je nou echt dat je naar me toe komt? Ik vond het zelf ook de beste grap, maar... Kut, man. Niemand die hem verder snapt, maar jij wel. Ik ga even deze kant op, als je niet erg... Nou, ik vond het zo bizar dat je helemaal naar me toe komt om dat te vragen. Toen zei ik ook tegen me van, gast, ik bedoel, natuurlijk mag jij bij me bidden. Ik bedoel, ga even lekker liggen ergens en doe je ding. Ja, als je mij een plezier wil doen, pak dat hoekje, want dat is een beetje stoffig. Maar verder, ik bedoel... Dan zei hij, ja, maar dat snap je toch wel? Dat mensen in het Westen kijken er raar van op dat wij zo over onze zonden nadenken. Ik zeg, gast, luister. Ik heb als alcoholist zo vaak zo over mijn zonden nagedacht. Ik schrik daar echt niet van. Echt niet. Daarbij, ik vond het fascinerend. Gewoon fascinerend te zien dat iemand zoveel overgave heeft voor iets wat hij niet ziet. Tot ik me ineens realiseerde waarheen hij aan het bidden was. Ik realiseerde me ineens waar het oosten ligt. En ik, godverdomme. Ik heb helemaal geen tuin op het zuiden. Dat is kut. Dat is kut. Verstuur nooit een e-mail of sms met emotionele inhoud na 12 uur 's nachts. Neem van me aan, je bent weken bezig om de boel weer op de rails te krijgen.